Dus dat gaan we nu klaar. Dat gaan we doen. Goedemorgen mensen, welkom terug bij een nieuwe dag. Ik start de dag vandaag nat, hoe zou het komen denk je? Nou, ik lag gewoon lekker buiten te chillen en toen gebeurde dit. Dat was Alex en Hando. Terrorkind is hier. Ik ga stuk mensen. Sorry bro. Ik gaf je je eigen handdoek als bescherming. Bro, ik ben gewoon aardig, bro. Bro! Kan je spanken? Hey, spank Shaquille. Hij pakt een spuit. Hij gaat voor de spuit. Jij denkt, ik ga gelijk weg. Ik zei toch spanken? Gekke battle hierover. Hey, spuit hem binnen. Nee. Pak hem, boys. Hey, pak hem. Ik kan niet. Nee. Hey, pakken. Matta, help ze. Ah, nee. De camera. Dit is toch zijn eigen camera? Dit is jouw camera. Oh, joh. Ja, rip het raam. Ja, alle laptops liggen gewoon daar. Oh, shit. Ja, wat ga je doen, Alex? Iedereen staat binnen. Dat is Pieter die 100 euro. Ja, cool. Ja? 100 euro als je op Imke spuit. Nee. Terug. Nou, de jongens gingen vechten onder spuit. De spuit is nu kapot, nice. Doet hij het? Nee. Arme Shaquille. Het moest maar Imke. Dus goed, ja, zo begon mijn dag. En hoe gaat het hier met onze Shaquille? Lekker, we zijn lekker aan het chillen. Oh, jij bent ook nat zo te zien. Ja, door jou. Maar vandaag gaat dus weer een rustig dagje worden. We gaan gewoon hier een beetje chillen, eigenlijk zoals elke dag. Want we hebben gewoon geen planning. Het enige verschil is, we gaan zo meteen wel naar een beachclub. Maar eerst blijven we hier dus nog even chillen. Nou, ze hadden mij vandaag al gepakt. Ze gaan weer een nieuw slachtoffer zoeken. Shaq, wel een beetje weinig dit. Ja. Het is wel een beetje weinig. Het is wel een beetje. Oké, let's go. Oh. Ah, shit. Ik vind mezelf nog natter dan jou. Jij. Oh, shit. Oh, pak hem. Ik kan het. Ja, niet met mijn volkenblik. Het is Shaq. Fok niet met hem. Shaq, wat doe je? Nee, waarom maak je me nu weer nat? Ik film nu alleen. Niet doen. Payback bitch! Oepsie. Ik heb kleding aan. Nee. Niet doen, hij is echt fucking heet. Oh ja? Ja. Payback bitch! Eventjes later. Oké, we zijn nu onderweg naar de beachclub en moet je dit even zien. We zitten hier achter met z'n viertjes, want het past gewoon net precies niet. Dus even zo overleven nog. Ja man. Zo, we zijn aangekomen en deze drol is de enige persoon die ik ken die lange mouwen gaat dragen terwijl het 31 graden is. Deze meiden zeggen je hebt de goede dresscode nodig, je moet iets netjes aan. Dit is het enige nette wat ik mee heb. Ja, nee, inderdaad. Zij ook tegen mij, ik kan echt geen slippers dragen, dus ik heb schoenen aangetrokken. We komen aan. Iedereen draagt slippers, iedereen. Matt heeft speciaal voor ons de VIP afgehuurd en zo. Wow. Oh, kijk, hier gaan weer mensen hoor. Aan de sangria. Oeh. Smeerbeelden van Alex. Smeerbeelden. Oké, we zijn dus weer terug bij de villa. Maar ik heb jullie iets niet verteld. En we hebben weer twee nieuwe gasten. En hier is onze eerste mystery guest. Het is Sam. Sam the man, bro. Yeah, you know it. Maar er komt dus nog iemand aan. Die staat op dit moment op het vliegveld. Die gaan jullie zo meteen ook nog zien. Hij begint hier een beetje full house te worden. Kijk, de dames zijn er vandaag ook weer bij. Hallo. Hallo. Oh, en trouwens, in mijn vlog werd heel vaak de vraag gesteld. Waar jullie nou eigenlijk sliepen. Ik liet de slaapplek voor iedereen zien, behalve van jullie. Maar if that makes sense. Oh, wat gebeurt hier? Noora en Alex. Oh. Oh shit, wat gebeurt er? Ja, maar doe even daar, anders valt heel dicht in. En wacht maar, bedient die ook dat ding? Nee. Oh. Jammer, hè?
rip de telefoon. Als je niet echt kapot heb je een probleem. Hey, yo, yo, yo. Zo, we zijn weer helemaal freshed up, want we gaan even uit eten. En ik vertelde jullie dat er nog iemand zou komen, de mystery guest. Nou, hij is er. Marcel. It is Marcel. Yeah. The one and only. Marcel. Fuck aan Marcel, leuk dat je er ook bent. Ja, weet toch. Maar wij gaan nu dus even lekker met z'n allen uit eten. Top 10 restaurantjes in Ibiza. Zoals jullie zien, ik word hier zwaar gepest. Eerst pesten Matthijs, nu pesten mij. Wij moeten opkomen tegen onze pestkoppen. Wow, we hebben een probleem. We zijn hier met z'n vieren, de rest is al weg. Wat moeten we nu doen? Hoe lossen we dit op, mensen? Proppen. Taxi. Kijk, daarom is Marcel mee. Oké, mensen, ik weet niet waar we zijn gekomen, maar we zitten midden in het bos of zo. En we hadden dus net het probleem met betalen, want je hebt hier geen internet en niemand van ons had cash. Dus wij moesten weer terugrijden tot we internet hadden. En toen konden we betalen. Maar nu lopen ik en Thijs, dus weer terug. Oh ja, ik bedoel, ik en Marcel. Kijk, hier zitten we, mensen. Ik heb lekker een steak en een carpaccio. En natuurlijk de sangria. En we zitten gewoon weer lekker. Sangria. En we zitten hier gewoon weer lekker aan het strand. Heerlijk. Eventjes later. Marten, dit staat op mijn verzekering, lul. Ik zie het allemaal. Marten, kijk uit. Bro, Brent maakt ons lid. Bestel die champas, oudje van OV. Wow, we hebben hier even een tussenstop gemaakt, want check. We hebben een lijpe locatie gevonden. Hey, praat jij maar. Okay, we hebben een lijpe locatie gevonden hier. Kijk die mooie lichten daar, de prachtige zonsondergang. Wauw, abonneer op Gio. Abonneer op Gio! Waarom heb je je telefoon aan je oor? Oh. Ja, tegen die Spanjaarden praten. Oh, nee, Gio! Maar nee, zoals Gio al vertelde, lijpe locatie hier, mensen. Hey, er staat hier best wel dat je niet langs mag, zeg maar. Ja, entrance forbidden. Ja. Entrance forbidden. Motto op motorkap! Iemand is op zijn auto gejat. De volgende dag. Een hele goede morgen, mensen. Ik fluister nu, want ik sta hier met Shaquille. Yeah, boy. We zijn net wakker en Gio ligt dus nog in zijn bed. Zoals jullie weten, ik heb hem vaak geprobeerd te pakken met de emmer. Dus dit is het perfecte moment. Deze gaan we nu klaar. Deze gaan we doen. Goedemorgen. Nice. Goedemorgen. Oh shit. Oh, wow. Nou, goedemorgen mensen, zoals jullie zagen. Deze dag begint helemaal perfect. Bro, voel je, bro? Nee. Nou, misschien horen jullie het ook wel, maar ik ben vandaag echt schoorwakker geworden. Maar goed, vandaag is onze laatste dag op Ibiza. Nou, eigenlijk gaan we morgen dus weg. Maar goed, morgen ga ik niet meer vloggen. Dus vandaag gaat de laatste dag voor de vlog zijn. Zo, even. Dit is helemaal nat. Besef, hij moet hier nog in gaan slapen. Het zit ook gewoon helemaal hier op het raam en zo. Het is helemaal zeiknat. Zo, hé, maar check mijn been even. Dit is toch echt niet meer normaal. Al die muggenbeelden. Mijn hele been zit gewoon onder. Dat is dus iets wat ik totaal niet aan die beach ga missen. De muggen. En het lijkt alsof de muggen hier kleiner zijn of zo, maar dan steek je helemaal lek. Zo, ik vind het echt kut. Vloggen met een schorre stem. Ja, maar jullie moeten het maar mee doen. Jezus. Dus ja, mensen, wat er vandaag op de planning staat. We hebben een heel random plan getrokken en ja, dit is Alex. Maar we gaan dus met de auto's naar random stranden. We gaan dus gewoon roadtrippen. Roadtrip. Wat is de situatie? Ja, what is up, boys? We zijn nu hier in the middle of nowhere. Onze auto is kapot, dus moeten we zien te fixen. We zijn beland op een random plek in de natuur. Ik wil hem maar. Kijk, iedereen zit hier lekker aan de tafel en ik heb dus homemade iced tea besteld. Ik krijg letterlijk een pot thee dat ik in een glas met ijs mag schenken. Ik ben gelijk nice. Hoe gaat het met twee auto's? Wanneer gaan jullie weg? Ja, dit is gewoon letterlijk koude thee. Hey mensen, leg de situatie uit.
Daar gaan we wel past, ik zeg dat het niet past. Ja. Nou, gaan we proberen. En deze kan nog zo'n stuk. Als een schadepakking. Ja, stop maar. Oh, hoor ik wat? Nee, dat was niks. Oh, ja, dit gaan we niet doen. Ja, ik hoorde ook iets, Wow, we zijn hier gearriveerd op dit strand hier zo. En zoals jullie zien is het best wel druk, maar best een coole plek, ja. Eventjes later. Oké, dames en heren, we hebben vandaag dus letterlijk helemaal niks gedaan. Gewoon een beetje te chillen en zo, maar nu gaan we uit eten. Mijn stem klinkt nog steeds super verschrikkelijk, dus daarom doet Sam het woord. Oké, jongens, we gaan nu lekker uit eten in die witte stad. Laatste avond en we gaan er gewoon een leuk feestje van maken. Yeah! Toch handig man, wanneer iemand anders je tekst kan doen. Oké, okay, Thijs heeft een challenge gekregen. Als hij dit in één keer weet op te drinken, krijgt hij 50 euro van Sam. Wow, hij gaat snel. Bro! Nee! Oh! Ik vind het oprecht niet moeilijk, dit is niks aan. Hé, dat is een 50 euro, makkelijke 50 euro. Ik word en dronken en krijg geld voor. Ja. Nou ja, goed mensen, wij zijn weer terug. Dat was eigenlijk voor de Ibiza vakantie. Wij gaan morgen naar huis, dan ga ik helaas niet vloggen. Dus dit was helaas de laatste video. Like deze video als je het leuk vond. En abonneer. Wat hij zegt, vergeet niet op te abonneren. En yo, dan zie ik jullie later. Yo.